De interdepartementale commissie voor verkeersveiligheid is vanmorgen van start gegaan met een tweedaagse workshop met als thema verkeersveiligheid een ieders verantwoordelijkheid. De workshop wordt gehouden in samenwerking met de PAHO. Op de workshop is een presentatie verzorgd over de verkeersveiligheidssituatie in Suriname. Verder is gesproken over de acties die nodig zijn om de wegen veiliger te maken. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, die de workshop opende, geeft een van de werkprocedures aan die ervoor zou moeten zorgen dat de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Ik heb gekozen nu al voor een camerasysteem dat 180 graden roteert. En dan komen we inderdaad dat je de side effect zal hebben van misdaadbestrijding. Maar de camera zit alleen maar gericht op de straat, maar op de hele buurt. Dit systeem, wat ik net uitleg, vraag me, ik kan het technisch niet zeggen, wat dat betreft ben ik niet competent om dat te doen, gaat gekoppeld moeten zijn aan verschillende systemen met de juiste autorisaties. En daarmee bedoel ik dat mensen niet bang moeten zijn dat zomaar onbevoegde mensen in het systeem kunnen komen, zal zeer beperkt zijn. Kortom, een complete verkeersveiligheidszuil, waarvan de handhaving effect zal hebben op de criminaliteitsbestrijding. DNA-voorzitter Jennifer Simons is het niet eens met de stelling. In het verkeer zijn er wegpiraten, oftewel verkeerscriminelen en potentiële slachtoffers. En dat is de oorzaak van het grote aantal verkeersdoden. Simons geeft aan wat zij van die stelling vindt. In verband met de kwestie over de verkeerscriminelen en de wegpiraten wil ik nog deze opmerking maken. Ik heb de politie jaarrede van 2015. Daar gingen we vloeiend over van huiselijk geweld, beroevingen, verkeerscriminaliteit. En daarom heb ik de nadruk hierop gelegd. Omdat ik niet erin geloof. Ik zeg u, er zijn verkeerscriminelen. Maar het hoge aantal verkeersdoden in Suriname kan niet alleen worden toegeschreven aan verkeerscriminaliteit. Of we zouden het onveilig maken van onze wegen, onveilige constructie van onze wegen, ook een vorm van criminaliteit moeten noemen. Maar dat doen we dus niet. Maar het draagt wezenlijk bij aan wat er gebeurt in ons land en in de wereld. Aldus de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ze sprak vanmorgen bij de opening van de workshop Verkeersveiligheid een ieders verantwoordelijkheid. De tweedaagse workshop wordt gehouden in de bankethal van Turarica en wordt morgen afgesloten.